Goedenavond allemaal. Welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Iedereenis. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren. Vergeet dat echt niet. Want wij willen naar de 1000 abonnees gaan. En daar zijn we echt heel goed mee bezig. We zitten al op de 749 abonnees. Dus morgens vroeg om 7:45 hebben we nog eens gekeken. Zit ik nog altijd op 749. Maakt niet nu uit, we gaan toch wel eens ooit de 750 wel halen. Dat is ook wel een mooi getal. Er staat redelijk wat vandaag op het programma. Eerste op het programma is richting Antecorner, hopelijk. Want ik ga nu gauw de uren zoeken. Ik ga ook even de lichte inval wat beter doen. Voilà. Antecorner al. Enter. Ja, dus even kijken als ze al open zijn. Dan gaat dat echt iets heel moois zijn. Of als het om 8 uur al open gaat, dan ben ik ook al heel blij om. Nu geopend. Dan gaan we subiet naar richting Antecorner voor de eerste Vaderdag cadeau al gaan op te halen. De eerste. Die dan van Bea. Dan gaan we daar even subiet richting daar naartoe gaan. Nu geopend zijn daar ergens openingsuren dan. Ah ja, 7:30. Oeh ja, toppie. Oké, dan gaan we die speed gaan halen. Dus dan ga ik mij aandoen. Ah ja, niet vergeten, Dimitri, deze keer niet vergeten. Is nog iets heel leuks? Nee. Ik zag iets van toffe verkopers. Ik verkoop al dingen heel graag. Kijken wat voor vacature dat is. Toffe verkoper gevraagd in dienst. Ja, ik ga August kunnen in dienst treden. Dus die is eigenlijk wel bij van mij. Ik ga eens even kijken wat voor een bedrijf dat is. Het is goed dat de hoogte zijn, hè. En dan ga ik ook direct de vlog uploaden. Oké, dat is een... meubelbedrijf. Dat is een meubelbedrijf, voilà, bij deze. Ik ga nu de vlog uploaden en dan ga ik al straks ervan vertrekken. Tot later. Zo mensen, de eerste pitstop zit al achter de rug. Ik ben al hier al bij Antecorner al geweest. Dus de vaderdagscadeau van Bea al komen ophalen. Morgen is mijn beurt. Dus hier bij Antecorner. Dus nu rechtstreeks doorrijden naar Bea haar thuis en dan rechtstreeks doorrijden naar Chris haar thuis. Ja, ja, ik heb toch redelijk wat kilometers nog op de boeg staan. En nee, ik ga geen thuislekjes maken, want ik heb mijn geheugen nog redelijk veel nog nodig. Want ik ga vandaag redelijk veel wat filmen voor jullie allemaal. En ook voor mij wat plezier te hebben. Daar ben ik ook blij om. Allee mensen, zo, we zijn eens vertrokken richting eerste stop Hasselt. Hasselt, de hoofdstad van provincie Limburg. Wat zeggen ze nog altijd tegen Limburgers? Limburgers, wereldburgers. Toppie. Heb ik goed geslapen? Ja. Heb ik wat maagpijn gehad? Ja.
Heb ik honger? Ja. Oké dan. Dan gaan we er een hele leuke dag van maken, Dimitri. Oké. Hoi, ik kan hier weer al niet door. Allee. Nu moet ik nog omwegleiding gaan volgen. Oh. De Judijstraat is afgesloten. Dat is morgens vroeg al. No. Dan moet ik weer al omweg gaan maken zoals morgens vroeg. Maakt niet uit. Daar moet je 70. Dus dan gaan we dat hier op maar doen. Want ik heb alles berekend op de kilometers per uur en al. En nu gaat Judijstraat er al een stokje voor steken. No way. No way. En dan ben ik hier ook heel dicht bij mijn papa zijn bedrijf. En ook heel dicht bij Afra. Die gebouw die daar nu niet meer staat. Nee, het gebouw staat al niet meer recht. Ola. Waar ik vroeger altijd heb ingewerkt. Van Buwel dan uit. Allee, ik ga jullie laten nu. Ik ga weer terug concentreren op de baan. En mijn M opzetten. Allee, kom op. Het weekend is begonnen. Ik ga hier die kabeltjes eens weghalen. Voilà. Dan hangt dat ook niet meer in beeld. Ik ben hier nu bij BEA aangekomen. Dat is de tweede pitstop al. Dus er is een kleine verandering, een wijziging in het programma. Dus dan gaan we van Weinigem Shopping Center eerst rechtstreeks door naar mijn thuis toe om nog iets op te halen. En daarna gaan we rechtstreeks door naar BEA papa en dan naar de Ardennen. Maar we blijven wel op afstand van mijn papa. En hij moet van mij in de auto blijven. En Chris moet in de auto blijven. Ja. Dus dat gaat geen enkel probleem zijn. En die is buiten adem. Ja, ik heb trappen moeten doen, joh. Voor helemaal mijn sleutels te vinden. Allee mensen, ik zal zeggen, tot Sebes, de volgende pitstop. Yo. Yo. Zo, waar zijn we aangekomen, schat? Bij Chrisje. Wat gaan we doen? Dat ga ik niet zeggen. Waarom niet? Als ik bij geleden kijk. Oh ja. Oh, nu dacht ik dat het Chrisje was. Het was totaal niet. Hallo, Kus. Die mag ook al hier zijn. Ja, ik mag naar de vrouwtjes kijken, maar niet aankomen. Nee, dus we zijn hier bij Chris aangekomen. We gaan er wat ontbijten. En dan richting haar vader toe. Daar blijven wij in de auto zitten. Dat ze haar vader vaderkens cadeau kan afgeven. Ja. En dan gaan we richting de om te wandelen. Ja. Om een wat natuurlucht op te nemen. Ja. En dan kan mijn gedachte ook verzetten, kijkers. Voilà, dan kan zij ook weer al tot zen komen. Oeh, man begint al wel goed op te warmen alweer op buiten. Het is nog maar 9 uur en 16 minuten. En het is al 18,5 graad hier in Zandhoven, niet in Alken. Ik weet niet hoeveel graden dat nu in Alken is. Ik ga wel even mijn motor uitzetten. En je moet hier juist buiten komen. Schat, ja? Doe je je mondmasker al aan, dan vergeet je dat zeker niet. Ah, ik zal mijn mondmasker maar al aan doen. Ja, gisteren ben je dat een paar keer vergeten, hè. Dat ik dat echt moet zeggen, schat, doe je mondmasker aan. Zit dat eens aan Psycho TV. Voilà. Toppie. Dus we gaan zometeen naar Weinigem Shopping Center. Tot straks. Yo. Dit heb ik gemist. De heerlijke ontbijt. Met fruitsap. Lekker broodje. Croissants. Zachtgekookte eiken. Hesp kaas.
En lekkere chocomelk met choco. En hij heeft, zij heeft een spiegelei, hè? Ja. Laat die smaken. We zijn hier buiten bij het Shopping Meiningham Center, ik en Chris. De volgende pitstop is naar Bea haar thuis. En dan richting haar vader voor haar vaderkerstdag ook af te leveren. Dus we gaan hier nu vertrekken vanuit Weinigem. Tot straks. Hier in Namen aangekomen. Lekkere broodje aan het eten. Broodje met hes van de Panos. Maar wel van Wallonië. Zijn ook wel lekker. Mm-hmm. En we zouden hier leuk wandelen. In de mooie natuur. Maar ik weet niet meer hoe dat hier juist noemt. Wil het betoneren. Ik weet het dus niet. Zeg je dat nog een keer? Fonderie de Chien. Voilà, jullie hebben het gehoord. En ja, dat was de stem van Chris. Chris, daar gaat alles goed mee. Dus jullie moeten geen paniek hebben. Alles is safan nog bij Chris. Ook met Bea. Daar is ook nog alles van. En maar omdat we ook hier in de Ardennen zijn, dat is ook om ons zinnen te kunnen verzetten. En misschien gaan we nog zelfs wel naar de grootste sluis van België. Je komt dus in de natuur wandelen met muziek. Oké dan. Ik kom in de natuur te wandelen voor de natuurgeluiden. Ik weet niet hoe het zit met Bea. Kom je daar ook voor? Oké. Laat me maar gewoon even schatten. Oké. Ze is nog aan het bekomen. Maar ik kan nu verder mensen, eten. Mensen. Ziet dat eens aan. Dat is de bovenaanzicht. Nee. Ik ga daar op dat bruin. Wat? Hier? Dat breekt hier niet. Dit stuk, dat bedoelde ik. Wauw. Dit vind ik echt geweldig. En dan heb ik jullie toch even iets gewoon laten zien. Maar, wel hoog. Damn. Ja, op die rots waar ik nu aan het filmen ben, daar zit een salamander. Deze komen eigenlijk in droge regio's voor. Dus het is echt hier ook heel droog geworden. En ook zeker deze rotsblokken zijn echt ideaal voor salamanders. Ziet je hem lopen, mensen? Bij die paarse bloemetjes moet je kijken, mensen. Ziet je hem lopen? Ik zag hem lopen. Kijk eens, mensen, hoe diep. Als je dat merkt, dan verwijder je dan op die naast. Ziet dat eens, hoe mooi. We gaan dan zo eens proberen daar onder die rotstaart te geraken. Oh ja, of daar zo een foto kan maken. Oh ja, yeah. Schat. Ja, maar ik ga nu om. Oké. Dan ben ik aan het genieten van hier. Dat zal het doen, dat is het. Oké. Nee, maar ik heb de foto niet zo zien. Nee. Je ziet er wel een foto, maar je ziet het niet. Ziet dat eens. Oh. Echt machtig, echt waar. Ik sta nu echt letterlijk en figuurlijk tussen de rotsblokken. Echt waar. Echt tussen de rotsblokken. Ik kwam u al aan wat, hè? Ze kwam mij al halen hier, mijn vriendinneke. Kan niet zonder u, dat weet je toch. Ik weet het. En hoe vind je het hier? Prachtig. Ik zei net al in mijn eigen bouw van wat zo mooi is hier. Ik vind het ook. Dat is een rots daar, hè. Ja. Ah, daar kun je zelfs binnen. Oeh, lalala, daar gaan we eens even naar binnen. Ja? Oei, oei, oei. Hier is precies ook een treintje.
Dit? Als je het dus echt heel warm hebt, is deze echt iets heel leuks. Ik zit hier echt in een rots. Hier heb je ook nog een hele lange tunnel. Maar ik zie wel licht aan het einde van de tunnel. Ik ga toch eens kijken. Oh ja, daar is licht einde. Daar is licht aan het einde van de tunnel. Maar ik ga het toch niet doen. Ik ga terugkeren. Probeer rechtsom keer te maken in een U-bocht. En terug te keren met deze rotsen. Dat is ook niet gemakkelijk. Het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Oh, oh, oh. Mijn rugzak. Ah, ik ben terug buiten. Dit is mensen. Hoe mooi de natuur toch kan zijn. Daar zit nu echt een salamander. En dan begint hij wel hot te worden. En die blijft ook nog mooi zitten. Het is echt heel schoon. Hoe rustig dat hij ook blijft zitten. Ah wel, mensen. Hier heeft Lientje iets heel moois achtergelaten. Dat vind ik echt ook heel mooi. En het is eigenlijk nog recent, want die bloemetjes zijn ook nog recent. Het is echt heel mooi gemaakt. Hier tussen de rotsen. Heel mooi. Amai. Daar staat zelfs een treintje. Daar waren we juist geweest. Helemaal onderaan. Toet toet! Je kan toch wel redelijk veel volk horen om dit te zien. Echt waar, heel mooi. Ja. Dat is hier ook wel echt heel schoon. Hier was een padje, maar we gaan dit niet doen, want deze is echt te steil. Dan moet je echt al wel echt gevorderd zijn. Dus ik ga deze niet doen, jammer genoeg. Maar het is wel mooi om te doen. Dus al deze rotsen. Mooi. Mannetjes, met dat geklauter en al. Ik zweet ervan. Echt waar, ik zweet ervan. Ik heb voor geen zin. Zij zweet er ook totaal van. Echt waar. Oh. Ze lacht ermee. En ja, ik heb mijn petje op. Heb jij het water? Ah nee, ik had cola. Juist. Ik ga nu nog een slokje water drinken. En dan gaan we zelfs op naar de volgende stoppunt. En dan gaan we nog iets eten naar die volgende stoppunt. En dan zit de dag er weer al bijna op. Dan zit de dag er eigenlijk op, schat. Ja. Want we moeten Chris ook nog naar huis brengen. Je moet mij nog naar huis brengen en dan moet je nog naar je eigen huis gaan. Het gaat nog een hele lange dag worden voor mij. Nog een hele lange dag. En daar kijk ik wel naar uit. Daar kijk ik wel naar uit. Chris, je bent echt bedankt om ons zo de mooie plek te laten zien. Graag gedaan. Ik wist niet meer wat dat is, was het? Ja, ik heb gezien op internet. Dat je er anders af moet. Ik heb mij zelf stil gekregen. En ik word niet snel stil. Ben ik geslaagd in mijn opzetten? Zeker weten, want je hebt mij ook stilgekregen. Ik heb je al dikwijls stilgekregen. Te dikwijls. Maar voilà, sinds dat je mij zo meeneemt naar plekjes toe, hè, ben ik echt aan het genieten van mijn leven. Dat geef ik eerlijk toe. Ah ja, ik stuur de weg, maar jij neemt me eigenlijk mee. Ja. Het is gelijk nu, ja. Ik zeg wel waar het te zien is, man. Maar toch laat je mij altijd verrassen. Dus kijk eens, je hoort het, Chris is nog altijd tip-top in orde. En mijn schatje ook. Maar ze is wel uitgebuit. Ik was bijna gevallen, hè, toen ik er voor me, achter mij was. Maar, per geluk is ze niet gevallen. Dus dat moet ik ook nog wel even zeggen. Daarom zei ik al bijna. Ja. Ik ben 2 keer bijna gevallen. En nu ga ik jullie laten. Op naar de volgende. Hier aangekomen. Bij de grootste sas van België. Oh jawel. Ik heb het al heel vaak op televisie gezien. Maar nooit. Maar ook echt nog nooit in het echt.
En ik heb nu gezegd dat fucking hell, we gaan er eens naartoe. Ik ben er wel echt trots op. Het is fucking hell. Groot man. Moet je dat maar eens zien, hier achter mij. En dan gaan ze nu beginnen. Ja, ze gaan beginnen. Ik kan jullie laten zien. Ziet al die blokken, die komen allemaal naar onder toe. En ziet dat dus hoe dat omhoog gaat. Het is echt cool om te zien. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Ik ben niks, maar ook echt niks aan het versnellen. Ik laat gewoon echt op een hoopje gaan. Zijn jullie op tijd hier, Chris? Machtig, hè? Dat is zo kabels. Ik snap het niet dat dat zoveel kilo's, eigenlijk tonnen, kan houden. Want dat gaat hier niet over duizenden kilo's, dat gaat hier over duizenden tons. Zie, dus nu komt hem daar bovenuit. En dan kan hem straks, als hem helemaal boven is, aan de andere kant, langs die kant dus, eruit. Ja, zo niet, hè. Zo dus niet, naar ons toe. Van ze, ja. Kadoef. Echt heel mooi om te zien. Het is al bijna boven. We zijn nog maar 3 minuten ver, hè? Dan zit er zo hoog al. Dat is gewoon nu wel spijtig dat. Mijn schatje dat mist. Hij is bijna gearriveerd. We zitten al op 4 minuten. 22 seconden. En ik begin pijn aan mijn arm te krijgen.
denk een goede 6 minuten dan zeg je boven. Dat gaat echt rap. En die is bijna boven, mensen. Bijna. Nu zullen ze zich aan het stationeren. Goed, omdat de motors wat trager gaan nu. Echt machtig. Tegenover ziet dus hoe laag dat het water hier zo staat. Echt heel laag. Ik durf niet helemaal over de rand te gaan. Ik heb het niet met beide handen vast. Omdat ik ook wat hoogtevrees heb. Daarom is dat. En nu pas is de maan gekomen. Nee, het is ook altijd aan het stijgen. Nu is hem aan het uitbollen. Ja, hij is aangekomen. Dan ga ik dat daar ook nog eens filmen. Voor jullie te laten zien wat er nu allemaal is vrijgekomen. Ziet dat eens. En daar zo, joef, gaan ze daarin. En dan gaan ze joef, tot daar. Dat is wel echt machtig om te zien. Echt waar, machtig. Zo ziet dat er dus eruit als er geen schip in zit. Dat passij gaat echt meters hoog. Maar hoeveel meter hoog omhoog, dat moet ik zelf ook nog opzoeken op het internet. Ik weet het niet, maar het is wel een hele afstand. Het is echt een hele afstand. Het is echt hier heel schoon, ook te vissen op de raam. Zo neem ik dus nu ook afscheid met de grootste sluis van België. We gaan nu richting McDonald's, dan richting Chris haar thuis, Chrisje weer afzetten. En dan ja, is het bijna tijd om terug gaan te slapen, maar ik ga sowieso nog eerst dan ook nog renderen. Deze vlog nog echt in elkaar steken, want het gaat toch veel zijn. Maar echt waar, wat een machtig ding. Dus daar is de volgende waterlopen, die twee. En vanachter, heel diep, daar is de andere waterloop. Want het is echt hier echt gigantisch groot. Mooi om te zien. Ik hoop dat jullie het er ook hebben van genoten. Echt waar. Ik doe nu echt de laatste tijd heel veel moeite om iets te doen. En nu is de boot aan het vertrekken, ik hoor het. Allee, salutjes, tot ziens. Zo, we zijn hier bij de McDonald's aangekomen. Oh. De laatste, voorlaatste pitstop voor mijn maatje Chris. Maar we gaan er nog een leuke ritje van maken tot bij Chris haar thuis. Dat zal wel zeker lukken. Dus we gaan hier een lekker McDoken nemen. Zo, hier bij de McDonald's in Halen. We hebben ons buikje goed rondgegeten. Maar echt letterlijk en figuurlijk goed rondgegeten. Want ik heb een foute bestelling ingegeven. 3 keer in de medium friet. En 3 keer in de medium friet. Fuck. En dan is mijn schat. Mijn schatje. Die daar staat. Die heeft dan ook nog eens een Big Mac menu genomen. En daar zaten ook nog eens frietjes bij. Ja. Dus we hadden in totaal 4 pakken fritten. Oh. Maar het heeft me wel lekker gesmaakt. Maar nu ga ik nog richting Zandhoven rijden. En dan richting Hasselt. En dan richting Alken. Hey, kijk eens. Wij hebben al afscheid moeten nemen van 1 iemand. Dat is al Chris. Waar we de hele dag leuten mee hadden. Dus fun.
We hebben redelijk wat kilometers gereden vandaag. Ik heb mijn teller op nul gezet toen ik begon te rijden. En mijn teller, we zijn nu nog altijd aan het rijden, jullie zien het. We zijn nu richting Meerhard thuis aan het rijden en dan naar mijn thuis om de dag volledig af te sluiten. Ja. Jullie gaan verschieten. Ik heb vandaag, dus als Bea en ik thuis ben, 610 kilometer gereden vandaag. Samen met Chris en Al. Dus ik, Bea en Chris. 610 kilometer op één dag tijd. Ik ga heel blij zijn als ik mijn kopjes kan raken, nog wat YouTube kan kijken. Denk zij ook. Chris heeft ook toegegeven. Amai man, wat een vermoeiende dag. Ik ben blij dat ik wel ook mijn zetelje kan raken. Dat is letterlijk gezegd. Maar hè? Ja, ik knik dan al een schokje. Ja, ik kan dat niet zien omdat ik wat moet opletten. Nee, daarom. Oké. Heb jij nog iets te vertellen tegen de kijkers wat u bij is gebleven van vandaag? Wat vond je daar mooi in de Ardennen? Vooral de plek waar we zijn gewandeld bij de rotsen. Ja. En dat ik dat overleefd heb toen ik bijna ben gevallen. Je was bijna gevallen, maar je hebt het overleefd. Dat is ook weer waar. Ja. En oh man. Ik vond het wel jammer dat je niet tussen die rotsen durfde te komen. Zo, maar wij zijn zo even zo zijn binnengegaan. Ik ben heel pleased. Ja, maar toch zo'n klein stukje, zo voor een klein stukje, maar dat ben je ook in één keer voelen, amai man, daar is het echt fris. Dat weet ik, want ik heb wel in de zomer in een grot gemist. Dus dat wist ik al. Oké. Okay. Ik ben vroeger, zijn wij, allee, gingen we ook met de hele familie, dus de hele familie van mama's kant. Ja. Gingen we dan samen op vakantie. Ja. En in een huisje gewoon ergens in België, waar ook crossen waren en zo. En uiteindelijk waren we ook gaan wandelen en zijn we ook in een cross gaan kijken. Maar dat was heel vroeg en ik had heel snel pijn aan mijn voeten en zo. Dus ik ben jammer dat ik pijn had aan mijn voeten. Ik was vroeger echt zo'n persoon die heel te klagen. Dan heb ik ook eigenlijk een leuke opdracht voor mijn kijkers. Als jullie ooit in de Ardennen zijn geweest of zo, laat het ook onder in de reacties weten waar ook de mooiste plaatsen zijn in de Ardennen. Liefst niet meer de English Poort, daar ben ik al te vaak al geweest. Ik ook. Ook bij de watervallen van Co, daar ben ik ook al te vaak al geweest. Ik ben blij dat ik het al een paar keer heb gezien in mijn leven, op een hele korte tijd. Oei, staat iemand. Ja, want die gaan direct vertrekken. En dus ergens anders. Als je ook ergens anders wat leuke plaatsen weet, laat het mij ons weten. We mag in de provincie Luik, Namen, Henegouwen zijn of Waals-Brabant. Of Luxemburg. Je mocht ook nog die provincie ook nog nemen. Dus Luxemburg is ook in België of is een ander land? Je hebt Luxemburg als provincie hier in België en je hebt Luxemburg als land. Die liggen tegen elkaar aan. Ah. Maar dat is ook eigenlijk een heel klein land, Luxemburg. Dat was wel een goed punt wat jij zei. Dus Luxemburg hebben wij hier in België als provincie. Maar je hebt ook Luxemburg weer al als land. Voilà, jullie zijn weer al bijgeleerd. En ik ook. En zij ook nu. Amai man, ik ken goed nog mijn aardrijkskunde. En heb jij nog leuke momenten waar nog wat bij is gebleven? Ja, bij Spanje. Wat heeft dat van vandaag te maken? Oké, vandaag? Ja.
Ik dacht dat je vroeg leuk op vakantie. Sorry, ik ben met mijn gedachten ergens anders. Ah, oké. Okay. Maar, ja, ik vond het heel gezellig met Chris. Omdat dat ook lang geleden is dat wij weer met haar naar de Ardennen zijn geweest. Ik denk dat het de tweede of de derde keer is geweest dat ik naar de Ardennen ben geweest. Ja, dat klopt. En wat ik wel minder fijn vond, ik ga wel een minpunt erbij nemen. Dat is niks met jullie te maken, maar wel met de chauffeurs op de baan. Echt waar, ik heb echt zotte chauffeurs. Ik zat op een oprit, achter die wagen zat ook nog een wagen. Ik probeerde wat snelheid te maken, wat deed hij? Hij pakte ook snelheid, waardoor dat ik op de pechstrook nog moest blijven rijden voor op de autostraden te kunnen geraken. Ja, dat klopt. Mensen, als jullie zien dat er mensen moeten voegen, invoegen op de autostraden, en je ziet, langs mij is er ook geen plaats, hou dan een wat remafstand, haal er wat snelheid af, dat iemand anders ook dan kan invoegen op de autostraden. En niet dat die in één keer op de pechstrook en dan nog moet gaan rijden voor erop te geraken. Want dat is levensgevaarlijk. En dan nog bij de rotonde. En dan ook nog bij de rotonde. Schoot een auto voor je in. Ja, schoot ook nog een auto nog voor mij in. Dat ben ik even vergeten. Goed dat je het zegt, dat klopt ook. En voor de rest is alles, maar echt alles goed verlopen. Ja, alleen dat we zonder die heel snel weer voorbij reden en zo. En hoe gek die deed met de auto, terwijl er nog andere chauffeurs ook op de baan zijn. Die letten gewoon bijna niet op de baan. Dat klopt. Maar bij deze, amai, ik denk dat het ook vandaag nog gaat prijs zijn, ook met onweer. En nee, ik hoor het al. Onweer. Gaat je dan op onweer jagen? Nee, dat ga ik vandaag ook niet meer doen. Ik ben gewoon al te veel kilometers heb ik al vandaag gemaakt. Ik wil ook zeggen van uit de auto voor langere tijd van een aantal uren. Ik even niet meer om in een auto moet kruipen, want dit heb ik nu ook wel even genoeg gezien. Als chauffeur is dit ook echt heel vermoeiend, omhoog van je moet continu ook op de baan letten. Ja, en eigenlijk zijn we nog iets vergeten te zeggen tegen de kijkers. Zeg maar. Dat wij eigenlijk echt zo stil waren van de schoonheid waar Chris ons heen heeft gebracht. Ja. Maar Chris heeft altijd gezegd dat ooit ga ik u nog eens stil krijgen. En vandaag is het weer gelukt. Piep. Ja, ik mag niet vloeken of niet op YouTube. Ik moet dat proberen af te leren. Maar echt, Chris, chapeau dat je mij weer al tot stilheid hebt gebracht. Ja. Want, hoe moet ik het zeggen? Uit wat die gebied van die rotsen was echt al heel schoon. Het was echt heel stil. En die salamanders, oh, dat was ook mooi om te zien. Dat zie je ook niet rap in het wild. Nee. Maar ik heb dat in Spanje wel gezien. In Spanje heb ik dat ook op mee gehad. Ja, in Spanje lopen er echt heel veel rond. En ik heb zo'n baby salamander op een arm gehad in de hand. Ah. Toen ik in Spanje was. Dat was echt een gave. Een heel leuke ervaring. Oké. Maar bij deze gaan we nu wel de vlog beëindigen. Ja, gaan we nu de vlog afronden. Dus dankjewel om naar deze echt fantastische mooie beelden te kijken. Ik weet dat ik sowieso nog straks of wel ga ik het morgen vroeg nog doen. Als ik wakker ben. De vlog nog in de kant steken, dat die ook weer al tijdig online geraakt. Dat is één keer weer al mislukt, dus probeer weer op bepaalde straks weer al gaan te halen. Dus vandaag, dus gisteren, dus al strike nummer 1, dus dat ik al de eerste keer weer op de perfecte uur heb geüpload. Dus je kunt strikes halen bijvoorbeeld ook met het altijd op de perfecte uur altijd te uploaden. En dit is nu al nummer 1. Dit gaat nu hoogstwaarschijnlijk, hopelijk, nummer 2 zijn die ook tijdig online gaat komen.
En ik ga er ook in de toekomst zo goed mogelijk op letten dat die ook op tijd online komen. Maar van gisteren kon jij echt niks aan doen, schat. Nee, ik had het echt... Gisteren was je niet eens thuis geraakt. Nee, had ik het echt zo druk. En jammer genoeg is de 12e vlog wel klein gebleven, omhoog van... ik heb toen op die attack ook niet veel gefilmd. Maar vandaag, echt waar, heb ik massa's gefilmd. Echt veel gefilmd. Dus dat is jullie beloning terug. Voor ons nu een hele lange vlog met hele leuke beelden te hebben mogen zien. Dus bij deze. We gaan het echt ook beëindigen, want het hier wordt het ook echt ontzettend warm in de auto. Dus we gaan onze ruiten weer al wat openzetten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder gaan zeker niet op de abonneerknop te drukken. Het is ook integraal volledig gratis als je abonneert. Ja, en? En natuurlijk op het belletje te drukken. Dus als je geabonneerd bent, klik dan ook integraal op het belletje. Dat kost ook geen geld. Dat kost ook jullie geen geld. Dan krijgen jullie dus elke keer een melding wanneer dat er een nieuwe video geüpload is op mijn kanaal. Ja. En wat ik nu ook in de toekomst ook wil beloven, ook aan de kijkers toe. Stel, om 7 uur is er geen vlog online gekomen. Maar ergens in de avond zal wel altijd een video online gaan komen. Om dan ook de reden te zeggen van waarom dat de video niet online is gekomen. Ja. Dan ga ik proberen ook in de toekomst altijd te doen jullie op de hoogte te houden. Dus dat is toch wel een abonnee waard, hè? En ziet dat dus aan, zij heeft het geleerd in de devforum niezen of hoesten. Ja. Bedankt om te kijken en tot... Morgen! Ja, oh my god. Onweerwolken. Ja. Maar wij gaan niet op onweerjacht. Oh, wacht nog even. Nog iets. Gaan ik en mijn vriend, dus Dimitri, ook iets leuks doen. Dan gaan we naar mijn mama. En gaan we lekker een barbecuen. Ja. Het probleem is zo van, hopelijk duurt het wel niet te lang, want ik hoor waarschijnlijk dat ik dat niet filmen. Nee, maar ik was gewoon een voorstel doen. Ja. Als je mij morgen vroeg kunt komen halen, ja, kunnen we samen vloggen in de auto. Oké. En dat het misschien een praatvlog gaat worden. Dames en heren, we komen aan in Limburg. Oké, zeg maar verder. Dus dat we dan ook kunnen praatvlog maken. Ja, oké. Dat is cool. Dus het hoeft niet per se altijd alles te filmen te zijn, hè. Je kunt ook gewoon praten, hè. Ja. Bij deze. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Joe.